Na twee thuiswedstrijden op rij sluit Feyenoord het eerste blok van het Eredivisie-seizoen 2020-2021 zondag af met een wedstrijd bij Willem II. De Tilburgers staan negende en speelden afgelopen zondag met 1-1 gelijk bij FC Emmen. Feyenoord staat weer in de top 3 na de 4-2 thuisoverwinning op ADO Den Haag. Zondag 4 oktober wordt het de 46e keer dat Willem II Feyenoord in de Eredivisie op het programma staat. En van die 45 eerdere ontmoetingen wonnen wij er 25, speelden we 11 keer gelijk en 9 keer gingen we onderuit in Tilburg. Zeker de laatste jaren zijn we sterk bij Willem II, want de tricolores hebben op eigen veld in de Eredivisie al 12 jaar niet van ons gewonnen. Vorig seizoen was het spannend in het Koning Willem II stadion en bewees captain Steven Berghuis wederom zijn grote waarde. Sinisterra er langs. Oh, Genia! Oh, strafschop! Oh, oh, oh! Berghuis voor de 1-0 en die schiet hem erin, ondanks het feit dat Willem Reuter in de buurt was. Feyenoord is in de Eredivisie onder Dick Advocaat nog ongeslagen met 13 overwinningen en 4 gelijke spelen. Advocaat kan voor de eerste keer in zijn trainerscarrière met één club 18 Eredivisiewedstrijden op rij ongeslagen blijven. Jens Toornstra is een echte clubman met 171 competitiewedstrijden voor Feyenoord. Als hij zondag in actie komt, evenaart hij Henk Wiri. Feyenoord maakt deze competitie 5 van zijn 7 doelpunten vanuit een standaard situatie. Geen enkel andere ploeg scoorde dit seizoen meer dan 3 keer uit een doodspelmoment. De werkvergunning van Uros Spajic is binnen, dus onze gehuurde verdediger is zondag inzetbaar tegen Willem II. Voor Dick Advocaat is dit goed nieuws aangezien verdedigers Sven van Beek en Erik Botteguin geblesseerd zijn. Bart Nieuwkoop zal zondag een hoop bekenden tegenkomen, want vorig seizoen speelde hij op huurbasis voor Willem II en kwam hij tot 17 competitiewedstrijden. Bij Willem II komen we geboren Rotterdammer Miquel Nelom tegen, die tussen 2011 en 2017 125 competitiewedstrijden voor Feyenoord speelde. Editie nummer 46 van Willem II Feyenoord gaat zondag om 2:30 van start in het Koning Willem II stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. We sluiten af met de heroïsche beelden van 6 mei 1984, toen Feyenoord in Tilburg voor de 12e keer landskampioen werd. En dit is weer Ruud Gullit. Cruijff snijdt binnendoor en maakt het feest waarschijnlijk compleet. Vormenooi was nog in de buurt en dan is het Houtman uiteindelijk die het karwei afmaakt. Zijn 20e competitiedoelpunt, het is 0-5. Of moet dit doelpunt op het konto van Johan Cruijff worden geschreven? 7% dan maar. Maar voor de statistieken is het Houtman die de stand op 0-5 brengt. Opnieuw gaat scheidsrechter Van Nettekoven naar de kleedkamer. Of hij het hierbij laat, dat is de vraag. Ik heb de indruk dat hij het allemaal wel goed vindt. En dat Feyenoord dus nu definitief het feest kan vieren. 60 jaar exact na het eerste kampioenschap in 1924 en 10 jaar na de laatste, de 11e titel in 1974.